Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering. Een eerste aflevering van de Pokémon Shining Pearl Nuzlocke. Een Nuzlocke hoef ik jullie denk niet meer uit te leggen. Is een Pokémon avontuur met een aantal regels. Regel nummer 1. Je mag alleen de eerste Pokémon vangen die je tegenkomt in een gebied. Tenzij het een Pokémon is die je al hebt, dan mag je de tweede vangen. Als die Pokémon sterft, heb je dikke pech. En sowieso, als een Pokémon sterft, heb je dikke vette pech. Dan moet je een Pokémon deleten. Als je al je Pokémon kwijt bent, heb je de challenge verloren. En we hopen zo ver mogelijk te komen natuurlijk in dit avontuur. En ik heb er hartstikke veel zin in. Jullie zien onderin de 6 Pokéballs. Dat gaat ons team worden, dames en heren. En ja, eigenlijk heb ik dit net zo opgenomen als de andere video's van de afgelopen tijd. Ik heb een uurtje opgenomen. Ik heb de leukste stukjes daaruit geknipt. En ik ga daarover dus nu mijn webcam en dus microfoon opnemen. Ik vind dat zelf heel chill werken. En ik hoop dat jullie dat ook waarderen. Er zit een twist. Misschien heb ik het in de titel gezet, misschien niet. Maar ik ga mijn andere hobby, Pokémon kaarten, weggeven in deze serie. Ergens in deze aflevering komt er een hint naar hoe je dat kan winnen. Je moet namelijk iets raden en dat achterlaten in de comments. En als jij de eerste bent die die comment geplaatst heeft met het goede antwoord, dan is vandaag deze kaart. Oh, wat een schattige voor jou. Jullie zien zo meteen trouwens gewoon welke het is, dus ik kan nu wel heel mysterieus doen, maar jullie zien het vanzelf. We zijn hier in het avontuur. We mogen zo onze eerste Pokémon kiezen en dat heb ik gedaan met een dobbelsysteem. Dobbel ik 1 of 2, kies ik de eerste. 3 of 4, kies ik de middelste. Dobbel ik 5 of 6, kies ik de derde. Wat gunstig zou zijn, is om de tweede te dobbelen. Waarom? Er zijn heel weinig vuur-Pokémon in deze game. En zoals jullie zien, rechts is Piplup, links is Turtwig. En nummer 2, of eigenlijk als ik dus 3 of 4 dobbel, in het midden is Chimchar, de vuur-Pokémon. Dat willen we in het begin. Dus ik ging dobbelen. En dit is legit de eerste dobbel, dames en heren. Na dit verhaal wat ik net vertel, zullen jullie wel denken, dit heb je gefaked. Maar het is echt waar. Dit is mijn eerste dobbel. Het is Chimchar geworden. En ik heb ook de battles gewoon even lekker snel voor jullie gedaan. Want ik weet dat iedereen die Pokémon fan is, Pokémon speelt, onderhand wel weet hoe battles gaan. Dus ik loods jullie daar gewoon een beetje doorheen. En Chimchar is onze eerste Pokémon. Dan komt deze dame haar koffertje weer halen. Dawn. En dan moeten we die terugbrengen naar de professor. En die geeft ons aan, kom eventjes naar mijn huis toe. Want jullie hebben mijn Pokémon gestolen, maar ik heb hier wel een idee voor. Nou, hartstikke prima. Dus hij gaat er van tussen en wij gaan achter deze man aan. Maar niet voordat wij even wat potions hebben verzameld. Want die gaan we zeer zeker nodig hebben in deze challenge. En hier zijn we dan. Het gaat allemaal heel snel. Als jullie dit te snel vinden gaan, laat het me dan ook al even weten. Maar ik denk dat jullie het prettiger vinden in dit tempo dan als we ellenlang alles, zeg maar, uitzenden, wil ik zeggen. Ik werk te lang bij televisie nu al. Gaan laten zien aan jullie. Ik kom hier Bidoof tegen. Ik heb nog geen Pokéballs. Dus dit is gewoon training, dames en heren. We moeten onze Chimchar een beetje trainen. Charlie heb ik hem genoemd. Charlie de Chimchar. Dit is dus puur training. We hebben namelijk nog geen Pokéballs. De Nuzlocke Challenge begint ook officieel als je je eerste Pokéballs hebt. Dus in principe geldt dat nu nog niet. We nemen hier even afscheid van onze moeder. Oké, ga je op avontuur. Je bent 10 jaar. Veel plezier. Ga de wijde wereld in. Ik blijf dat altijd een beetje apart vinden bij Pokémon. Dat ze zeggen, oh, 10 jaar, ga ervoor. Je krijgt nog een mutsje mee en dan moet je er vandoor. Hier vinden we ook nog een item. Altijd handig om te hebben, deze items. Een antidote voor als we gepoisoned zijn. En we krijgen onze Pokéballs van Dawn. Dan is het dus hier in route 201 de allereerste poging om een Pokémon te vangen. Wat wordt onze eerste gevangen Pokémon in onze Nuzlocke-serie? Daar kwam die, jazeker. Hier is die, dames en heren, de enige echte Starly. Starly was iets minder sterk dan ik verwacht had. Ik deed namelijk een Amber, geloof ik. Jazeker. En toen dacht ik, wow, deze Starly is gewoon nog steeds in het groen. Niet voor de helft dood. Er is geen growl gedaan, geen leer. Er is niks in de stads veranderd. Dus ik dacht, ik kan gewoon nog een Ambertje doen. Komt hij in het rood, kan ik een bal gooien. Niets was minder waar. Starly, hartstikke dood. Dus de eerste poging om ons team uit te breiden in een Nuzlocke, wat dus eigenlijk gewoon heel belangrijk is om op iedere route een nieuwe Pokémon te vangen. Want ja, er gaan er geheid wat afvallen in deze serie. Was mislukt. Dus we gaan over naar deze tweede poging. In deze tweede poging kwam ik een Bidoof tegen. Jazeker. Bidoof was iets minder tanky. Dus na een Amber en een Scratch gooide ik een Pokébal. En het zal je niet verbazen, maar deze Bidoof die bleef zitten in de Pokéball. Het is niet de meest spectaculaire Pokémon. Bidoof is toegevoegd aan ons team. Ik vind hem altijd een beetje met voortanden, die grote voortanden. In Engels is dat tand, is tooth. En toen dacht ik een beetje naar het Nederlands, tooth, toot, toot. Toet de Bidoof. Ik vond het een schattige naam. Dames en heren, dan is dit het moment om heel even deze erbij te pakken. Who's that Pokémon? Laat het maar weten in de comments, jongens, welke het is. In de volgende aflevering maak ik natuurlijk bekend wie de eerste comment was. Maar who is that Pokémon? Ik denk dat jullie het wel kunnen raden. Het is niet super moeilijk, dus laat het me maar weten. Hier zo, in deze route, kun je een Shinx vangen. Dat was echt mijn doel. Ik dacht, wauw, een Shinx, die wil ik hebben. Super spannend door dat eerste bosje. Niemand tegengekomen. Tweede bosje, nu gaat het gebeuren. Nee, nog steeds niet. Oké, terug dan. Wow. Nee, ook niet. Oké, nou dan moet het hier gebeuren. Ja hoor, Shinx, komt u maar. Bidoof. Nou, die hadden we dus al, dus we mogen nog een poging doen, want dat is dus de regel. En toen, uiteraard, Shinx. Starly. We krijgen een tweede poging met Starly, dames en heren. Na een Amber is hij vrijwel gelijk in het oranje, dus ik dacht, ik ga niet nog een aanval doen. We gaan het niet nog een keer riskeren. We gaan nu gewoon een Pokéball gooien. En ja, spoiler alert, die blijft ook zitten. Ik ben groot fan van, tenminste groot fan. Ik heb genoten van de serie The Boys. Misschien hebben jullie die ook wel gezien. Daarin gaat het over superhelden. Daar zit één superheld in, Starlight. En ja, daar moest ik gewoon bij Starly aan denken. Het is een vrouwtje, Starly. Dus ik dacht, nou, Starlight. Prachtig. Charlie, Toet en Starlight zijn ons team. Vervolgens dacht ik, het is tijd om trainers te gaan battelen. Ik heb een sterk team nu. Ik heb er vertrouwen in. Laten we eens even testen hoe dat gaat tegenover een trainer. Ik bedoel, we moeten Toet en Starlight... Wow. Verspreek me bijna. Toet en Starlight natuurlijk ook een beetje onderwerpen aan een belangrijke test. Kunnen ze dit aan? Nou, Toet was trager dan een Starlight, Starly van level 5. En moest ik al gelijk terugroepen, want dat ging niet zo best. Ik wilde het niet riskeren om een Pokémon te verliezen, dus ik zette dan toch maar mijn Charlie in van leveltje 8 of 9. Dat heb ik even gemist. Een hoger level in ieder geval. En die wist het klusje uiteraard te klaren. Poging 2. Laten we dan maar kijken of Starlight een beetje sterk is. Want de Bidoof Toet is alles behalve. Die was niet zo heel erg sterk. Starlight deed het beter, vond ik zelf. Hier komt Starlight erin. En kijk, hoppakee. 3 aanvalletjes op een Bidoof en klaar. Bidoof nummer 2. Boem, 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 boem. Ging ook hartstikke lekker. En dood. Dus ik heb meer vertrouwen op dit moment in Starlight en in Charlie dan in onze Toet. In onze Toet heb ik niet al te veel vertrouwen. Maar, eerlijk is eerlijk, er komen meer trainers aan. Dus laten we Toet dan maar gewoon nogmaals onderwerpen aan de challenge. We moeten namelijk door deze route heen om in het eerste dorpje te komen. En ik wil Toet niet gelijk, hoe zeg je dat? Afschrijven. Dus ik dacht, laten we het toch even testen. Nou, weer vrij kansloos natuurlijk. Tegenover Shinx. Een paar tackles en niet eens in het oranje. En ik wist gewoon, deze Shinx gaat mijn Toet helemaal slopen. Dus dat gaan we niet doen. Ik riep wederom de hulp in van onze Charlie. En die wist met een Amber het af te maken. En deze Shinx te verslaan. Dat was volgens mij ook de laatste trainer op deze route. We lopen het dorpje in. En wie hebben we daar? Dawn. Die is zo verbaasd dat ze ons tegenkomt. We leveren het pakketje af bij onze rivaal. En we komen daarna bij deze trainers. En deze trainers, ik weet niet, maar die hebben abra's die zoveel damage doen met een of andere charge beam. We weten ze uiteindelijk wel te verslaan, gelukkig. Maar ik verbaas me er altijd weer over dat je in zo'n early game overvallen wordt door random trainers met een abra die een soort van Kamehameha doet. Dat zei ik echt verkeerd trouwens. Dat doet me denken aan een meme. We all know the Kamehameha is overpowered. Kamehameha. Ja, niet al te best. Jongens, gaan wij deze route volgen? Route 204 in de volgende aflevering. Of gaan wij onze eerste Pokémon vangen op route 205? In route 205 werd ik ook een beetje overvallen door onze rivaal. Die wilde een eerste gevecht met ons. Dat kan. Daar hebben wij absoluut geen probleem mee. Ons team is er klaar voor. En hier gingen wij aan de slag tegen onze rivaal Ivar. En Ivar had een Starly van level 7. En die kon ik op zich wel aan. Kijk, hoppakee. Ja, Toet wordt beter. Eerlijk is eerlijk. En onze Starlight, die wist gewoon Piplup neer te maaien. Dus het ging eigenlijk supergoed. Geen problemen. Leveltje 9, leveltje 7, leveltje 9. Starlight leert Wing Attack, dus dat was hartstikke top. En we gaan nog 1 Pokémon vangen tijdens deze eerste aflevering. We krijgen namelijk een, jawel, Old Rod van deze visser. En hier zo iets verderop is een route met alleen maar water voor nu. We hebben nog geen surf, dus we kunnen daar niet overheen. Maar laten we hier wel gewoon onze 4e Pokémon vangen. En jullie kunnen wel raden welke Pokémon je kan vangen met een Old Rod. Dat is er eigenlijk maar eentje. En dat is natuurlijk de welbekende legendarische Pokémon Magikarp. Ja, ja. Magikarp, ik hoefde niet heel veel moeite te doen. Ik gooide een hielbal. Ik dacht, laat ik Magikarp en uiteindelijk Gyarados hopelijk in een schattige roze hielbal gooien. Dus dat heb ik gedaan. En jazeker, Magikarp bleef ook rustig zitten. Ik had alleen 1 foutje gemaakt. En dat is dat ik bij de nickname voor Magikarp per ongeluk op de B drukte. Dus die heet nu Magikarp. Maar iedere Pokémon in een Nuzlocke, heb ik nog niet verteld, moet een nickname hebben. Want dan kunnen we er meer een band mee opbouwen. Dus laat mij weten hoe we deze Magikarp moeten noemen. En zodra we bij name changer, tutor zijn, dan ga ik deze Magikarp die naam geven. Van iemand van jullie in de comments. Laat mij dus ook in de comments weten, gaan wij hier naar boven als eerste in de volgende aflevering? Of gaan wij op route 205 een Pokémon vangen? En daarmee zijn we aan het einde van deze eerste aflevering. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker mee met die leuke giveaway. En dan zie ik jullie hopelijk bij aflevering nummertje 2. Mensen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer.